beste kijkers. Welkom bij alweer een nieuw avontuur van Lost Buildings. Eindelijk na 9 maanden zijn we weer los. En we zijn hier in de buurt van bij een oude verlaten boerderij. Je kijkt naar Lost Buildings. Okay, we zijn nu onderweg naar een vrij grote verlaten boerderij ergens in Duitsland in de buurt van en ja, we gaan zien wat het allemaal inhoudt. We hebben onze auto, die staat hier vlak achter de rijdvelden, Paul. Ja. Dat is een goed plekje. Er ligt ook niemand zijn schoen. Oude stallen. Wauw. Paul, wat denk jij wat dit geweest is? Ja, Paul. Denk erom, hier kunnen we wel eens putten inzetten. Kijk, daar, pas op. Kun je niet eens meer in. Is daar wat interessants, Paul? Nee, niet echt. En daar, aan die kant? Aan die kant dan? Nee, een kamer. Maar de ingezakte vloer. Kan ik hier naar de pomp? Yo, dit is compleet ingestort. Bizar. Hier hebben dan al die dieren in gezeten. Varkens, koeien, paarden. Ik denk echt dat dit gewoon een paardenhok is geweest, denk ik. Ja, ik denk echt dat dit een... Hier konden ze dan in staan, het was een soort box. En dan had je hier al het hooi. En dan, dit waren allemaal aparte hokken voor de ja, paarden en zo, denk ik. En dan had je daar bovenop mensen, daar had je dan nog een hooizoldertje. Konden ze al een hooi opslaan. En nou ja, dat soort dingen. En dit is best wel een grote trein, of niet Paul? Ja, oké, okay, dit is het huis, denk ik.
deze kelder. Met nog een zak potgrond, denk ik. Zout. Ziet er zelfs. Ja. Ja. Ik denk dat ze het hiermee warm houden. En het kan ook best wel zijn dat ze hier nog eten mee kookten vroeger. Het kan, kan. Dit de keuken was, ja. En ze hebben ook kinderen gehad, zo te zien aan dat speelgoed van huis. Ze hebben kinderen gehad, denk ik. Deze mensen. Verder kijken. Een oud van huis. Onderhoud. Met een. Ja. Kijk, wat zijn dit? Zekeringen. Zeker. Stop. Stops. Wow. Dit was het huis, denk ik. Hier woonden ze. Zit het hele huis? Ja, denk ik. Mag ik een keer omheen? Ja. Hier is zo'n grote balk naar beneden gekomen. Die heeft hier ergens gehangen. Ja. Gehangen. Ja. Hé, oude tegeltjes. Wat? Oh. Kijk eens tussen. Staat er nog wat op? Nee. De eerste wel, zo. Ja, dit is het wel. Ja. Daar nog. Ja. Ik hou daar, jongen. Ik hou daar. Als dat naar beneden komt. De, hoe noem je het, textuur van deze
Dit gebouw wel. Prachtig met al die. Nou ja, het zijn een beetje. Rotstenen, een beetje achtig. Niet van dat standaard steen. Ja, super mooi. Heb je daar ook nog een heel klein schuurtje? Ik ben wel benieuwd wat erin zit. Als je dan zo hier op de grond kijkt. Zou je zeggen dat er auto nog wel eens een. Ja. Langs geen tractor die hier nog langs rijdt af en toe. Ons auto ligt daar zeker achter de meisje. Nee, staat erachter, hè. Staat hij hier achter de boom of achter nee, de hier, hier. De. Een hok. Om de boomstam helemaal heen. Zeg jij, is deze boerderij een droomvlucht waard? Ja, vind ik wel. Niet onder. Nee. Er groeit een boom in het hok. Ja, ik denk dat die boom er al eerder stond in het hok. Oké, mensen, ik denk dat we alles wel hebben gehad. Misschien kijken we alleen even in dat hokje daar. Stormschade. Flinke stormschade, ja. Renoveren. Dit. Mensen, we zijn nu weer op de terugweg van. Ja, deze locatie heeft geen naam. Gewoon een verlaten boerderij. Het was een prachtige boerderij. Dus we gaan zo nog even droombeelden maken. En dan zien we jullie bij de volgende. Later. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please.